actie vanmorgen voor het kantoor van de Kamer van Koophandel. Dit keer geen vakbonden, maar medewerkers van de ondernemersorganisatie zelf demonstreerden. Ze deelden flyers uit aan passerende auto's om de Groningers op te vrolijken over hun eigen economie. Want het noorden haalt de rest van Nederland in. De cijfers zijn niet rooskleurig, maar ze zijn in elk geval beter dan landelijk. Er zijn meer faillissementen, maar de stijging is kleiner. Hetzelfde geldt voor het aantal opheffingen. De crisis snijdt hier ietsje minder diep. Dat heeft te maken met het feit dat Noorderlingen degelijke mensen zijn en goed nadenken voor ze iets doen. Dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat het aantal opheffingen uit het handelsregister behoorlijk lager ligt dan in de rest van Nederland. Want men is kennelijk wat degelijker voorbereid. Maar je ziet het ook in de, wat wij noemen, de sectorstructuur. We hebben in Noord-Nederland veel zorg, veel onderwijs, overheid. Dat zijn sectoren die eigenlijk niet door de economische ontwikkelingen erg worden aangetast. Dus daar gaan dingen redelijk door. Zelfs t-shirts werden ingezet om het optimisme bij de Groningers op te wekken. Vertrouwen terugwinnen in de economie is een delicaat proces. Het zit toch vaak in kleine dingen, het zit vaak gewoon in vertrouwen in de toekomst. Zien ondernemers het weer zitten? Ik zei net al, investeren doe je alleen als je vertrouwen hebt in de toekomst. Als je vertrouwen hebt in rendement. Nou, er zijn kennelijk heel veel ondernemers die dat zien. En dan krijg je zo'n beetje een vliegwiel-effect. Volgende maand wordt duidelijk of het optimisme van de KVK terecht is. Dan zijn de volgende kwartaalcijfers bekend.